Zo bizar, ik werd opeens helemaal gek geappt. Het is donderdag of woensdag of dinsdag of maandag of vrijdag of zaterdag of zondag. Goedemorgen, het is vrijdag. Ik ben heel de ochtend bezig geweest met bellen, telefoontjes die ik allemaal moest doen. En even opschieten, douchen. Sarah die gaat zo weg. Die gaat... Oh. Douchen staan, die gaat met oma zo... Naar de bioscoop en dan moet ik even wat dingetjes gaan halen. Dus ik ga nu even snel de douche in, aankleden en dan kom ik ook weg. Aangekleed, opgemaakt. Ik heb deze top aan van Selected Femme. Een broek van Benetton, schoenen van Face 8 en het bekertas. En oh, zo de deur uit. Maar ik ben op tijd, dus ik hoef niet eens gelijk weg. Sarah die heeft de kamer verbouwd. Dit is nu een vliegtuig. Nou, bagage, dat is bagageruim denk ik. En daar de passagiers en jij bent de piloot. Ja. Sarah is opgehaald, dus ik zit in de auto. Ik moet allemaal van die kleine dingetjes halen. Dus ik moet even denken, ik moet naar de Purina, ik moet naar de Action, ik moet naar de Intertoys. Ik moet nog wat doen en nu ben ik het gewoon alweer vergeten. Het is echt niet goed. Nou, het komt zo wel goed. De camera is zo donker. Maar ik weet niet waarom. Nou, in ieder geval even gebruik van maken. Als ik alleen ben, ben ik toch altijd sneller. Het is wel iets minder gezellig. Maar goed. Het is vandaag echt rot weer. Het regent heel de tijd. Nu niezet het dan heel zacht, maar ik hou er niet van. Ik vind echt qua weer zo'n slechte zomervakantie. Ik wil lekker warm... Korte broek, rok, zomerse sferen, barbecuen, alles. Nou, de barbecue wil je nu niet eens aanzetten, want die zwemt gewoon weg voor je het vlees erop hebt. Nou, hopen dat we dadelijk, volgende week wordt het nog slecht, dat we dan die laatste twee weken nog even goed weer krijgen. Vooral bijna mijn parkeerschijf, dan heb ik zoveel boete. Het is 2:50. Laat hem gewoon op 1:30 zetten. En hij ligt helemaal verregend thuis. Maar ik ben wel geslaagd. Al weet ik nog steeds niet wat het laatste ding is wat ik moest halen. Ik kom maar echt niet op. Stom. Zo, schoenen uit. Ze zijn nat. Zo, even snel laten zien wat ik heb gehaald. Ik heb deze kisten gehaald, die opbergkisten. Daar bewaar ik dingetjes van Sarah in. En die sla ik op bij mijn opa in de kelder. Ik kom met ruimte tekort, dus ik heb mijn opa's kelder even ingepikt. Die bewaart er toch niet heel veel meer in. Dan heb ik cadeautjes gehaald voor morgen, maar die zijn ingepakt. En, oh, dit is zo lekker. Dit komt niet later. Verse notenmix. Heerlijk. En deze zag ik terwijl ik aan het lopen was. En toen dacht ik, oh die is wel heel erg leuk voor Sarah. Een sweater met een biesje. En ik denk, hij is wel stoer, maar met een leuk rokje erop, dan wordt hij wel heel erg meisje. Dus nu hopen dat zij hem ook leuk vindt, dat is het afwachten. Kijk wie er weer gezellig thuis is bij mij. Ik heb alvast in mijn pyjama gedaan. Ja, we hebben gegeten en Sarah die heeft van zijn pyjama aangetrokken, maar ze hoeft nog niet naar bed. We zitten samen even YouTube te kijken. En ik had ook een spelletje gedaan en toen was ik houtster. Ik heb gewonnen, ik was echt zo. Ja, onze verslaving. We zijn nu Monica Geuze aan het kijken. Maar we moesten ook heel veel doen. Dus elke keer kijken we een vlog en dan gaan we wat doen, wat opruimen. En dan kijken we weer een vlog. Ja? Dan hebben we toch tijd samen. Daarna gaan we iets voor kindjes en een beetje grote mensen. Dan gaan we tekenen. Dat ze zijn aan het tekenen, dat is leuk. Oh, wil je er zo in kijken? Nou, we gaan even kijken. En dan zo krijgen we toch heel veel gedaan. Sarah is elke keer de speelgoed aan het opruimen en zo.
En ik gewoon huishoudelijke taken. Dat is echt ik een. Ik vast de bloempot. Oh, ga je die vast terugzetten? Ja, die had papa daar neergezet, ja. Hè? Heel goed van jou. Ja, en zo krijgen we toch het huis aan kant en hebben we toch even lekker quality time samen. Dus dat werkt perfect. Ik ben echt mega geïrriteerd. Ik heb vanochtend allemaal video's zitten renderen. En nu wil ik ze gaan uploaden. Zie ik dat hij er allemaal rare bestandtypes van heeft gemaakt. Normaal is het gewoon .mp4. En nu is het .mp4.thm. Ik weet niet wat een THM is. Ik kan er niks mee. Ik krijg het niet omgezet. Ik kan het niet uploaden. Ik kan het niet afspelen. Dus dan moet ik al die video's opnieuw. En gisteren had hij ook al een video. Nee, twee video's daarvan die ik had gerenderd. En die waren alleen maar zwart. Dus de lengte van de video klopte. Maar er zat geen geluid en geen beeld bij. Dus ik snap er helemaal niks van. Maar zo, ja, zo krijg ik dus nooit al die video's op tijd online. Ik heb ze gewoon geëdit klaarstaan, maar ik krijg ze gewoon niet geëdit. En al mijn instellingen kloppen. Dus ik weet echt niet waarom dit is. Zo bizar, ik word opeens helemaal gek geappt. Gewoon een tornado in Amsterdam. Ik heb echt nog nooit meegemaakt dit. Zo bizar. Ik weet niet of je het goed ziet zo. Ik wist echt niet wat ik wilde eten. En toen dacht ik, ik heb nootjes gehaald. Echt zo lekker. En ik heb alle vlogs geëdit klaarstaan. En nu morgen kijken of die ze nu wel goed gerenderd. Ik heb er één goed gerenderd gekregen na heel veel pogingen. Ja, het moet gewoon lukken, want ik wil ze gewoon online hebben. Tijd om te gaan slapen. Even opruimen en naar mijn bedje toe. Bedankt voor het kijken en tot morgen.